Ups. Hallo, Angelina van Vreugde voor Vrouw. Met weer een reading. En dit keer is de reading over welk chakra je aandacht nodig heeft omdat het niet in balans is. Of geblokkeerd is, gezuiverd moet worden of wat dan ook. En in plaats van mijn normale schaal met kristallen en zwaantjes enzovoort, wilde deze keer mijn Kuan Yin beeld erbij staan. En ook mijn Maria Magdalena opaal kwarts. Dus op de een of andere manier is die vrouwelijke energie nodig bij deze reading. Dus de Kuan Yin energie, Maria Magdalena, Isis. En ja, wel apart, want ik gebruik deze opaal kwarts. Die is heel licht roze overigens, wat je denk ik op de video niet kunt zien. Maar die gebruik ik eigenlijk bijna niet. Die moet voor mijn gevoel meer gewoon in de ruimte werken en niet per se persoonlijk op mijzelf. Maar die wilde er nu dus erbij zijn, dus die heb ik erbij gezet. Over de reading, 7 hoofdchakras. De kaarten liggen niet in de volgorde van de chakras, want dat zou natuurlijk erg makkelijk zijn. Dan kies je vanuit je hoofd. De bedoeling is natuurlijk dat je vanuit je gevoel gaat kiezen. Je kunt op nummer kiezen, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7. Of een stapeltje wat er voor je uitspringt. En anders kan het helpen om de kristallen of voorwerpen te gebruiken. Voor het eerste setje is dat een carneol. Ik heb de reading net in het Engels gedaan, ik ben er even af. Een carneol hartje. En voor de tweede een heel licht roze kwarts engeltje. Voor de derde een bergkristal hartje. Oeps. Voor de tweede een beeldje van aartsengel Raphaël. En voor de vijfde een licht roze diamant prisma. Voor nummer 5 een obsidiaan hartje. En voor de laatste, nummer 6, is een kleine cupido, lief engeltje. Ik zit het door de war te gooien, van nummer 7. Oké, dan geef ik je heel even de tijd om te kiezen en dan wil ik graag beginnen. Ik probeer de reading in 1 opname te doen. Lukt dat niet, dan komt er uiteraard een deel 2 met het laatste gedeelte. Dus neem heel even de tijd om te kiezen. Oké, dan wil ik beginnen. Heb je nog geen keuze gemaakt? Pauzeer dan even de video. Anders gaat het niet lukken, sowieso in 1 keer. Dus voor de eerste set is de blauw, is het keelchakra. En dan gaan we kijken naar een kaart. Ik heb 4 kaarten op het set. Dit is een kaart wat de oorzaak is. En heb ik het wiel van fortuin. Het rad van fortuin. op zijn kop. Wat heel ongebruikelijk is, want ik doe geen omgekeerde kaarten met mijn tarot. En ik heb dus ook geen enkele omgekeerde kaart in mijn deck zitten. Maar deze viel omgekeerd uit. En als die rechtop ligt. Ja, er is natuurlijk heel veel te vertellen over het wiel, rad van fortuin. Maar het heeft eigenlijk heel veel te maken ook met veranderingen. Het enige wat je eigenlijk niet kunt veranderen in het leven is dat alles verandert. Dat gaat gewoon continu door, of je dat nou leuk vindt of niet. Net als seizoenen, het wordt van winter wordt het weer voorjaar, dan wordt het zomer, wordt weer herfst. Kun je niet tegenhouden. Ook in je leven zijn er altijd dingen aan de hand. Veranderingen. En dat kun je niet stoppen. Anders stagneer je. En als je stagneert, dan blokkeer je. En dan zit je niet goed in je vel. En ik denk dat dat dus ook de oorzaak is. Dat dat aan de hand is. Dat je iets is gebeurd waardoor jij bent gaan stagneren. Waardoor je weerstand hebt gekregen. Om misschien wel iets los te laten, om mee te gaan met de stroom.
om de veranderingen die iets wat veranderd is, dat we daartegen in verzet gegaan. Daardoor ben je geblokkeerd geraakt. Gestagneerd. En dat kan tijdelijk iets zijn. Dat hoeft natuurlijk niet iets te zijn wat al jaren speelt. Kan wel, maar misschien is dat iets, een persoonlijke les, dat je meer mag leren om meer met de stroom mee te gaan. En dit kan ook weer gevolgen hebben in hoe jij je uit. Als jij, het keelchakra gaat er ook over om je ware zelf te uiten, je authentieke zelf, je authentieke waarheid, je echte waarheid te durven en kunnen uiten. En als dat gebalanceerd is, dan kun je dat ook, en dan ben je ook in staat om te luisteren naar andere mensen en ook te luisteren naar meningen en visies van andere mensen waar jij het eigenlijk niet mee eens bent, die niet stroken met jouw meningen. Maar dat kun je dan ook gewoon ontvangen. En ja, als je gestagneerd raakt of niet zo makkelijk, zo soepel, flexibel om kan gaan met veranderingen, dan kan het zijn dat dat allemaal ook in één keer een heel stuk lastiger gaat worden. Want dat is de oorzaak van het niet in balans zijn van je keelchakra. Dat je je verzet en weerstand zit tegen verandering. En kijken wat je daaraan kunt doen. Dan krijgen we de berg. Dus dat is ook weer een prachtig, gigantisch, groot obstakel. Waar je wat recht voor je neus is eigenlijk. En ja, je kunt over die berg gaan klimmen. Maar dat kost heel veel energie en tijd. Bijtelen of whatever. Ja, dat is natuurlijk ook nogal onbegonnen werk met een berg. Je kunt er niet doorheen. En het enige wat je eigenlijk kunt doen, wat het ook het advies is bij deze kaart, is om ook weer flexibeler te worden, met de stroom mee te gaan. Net als een rivier stroom je er dan gewoon moeiteloos omheen. En dat is misschien niet regelrecht de kortste weg, maar wel de makkelijkste en waarschijnlijk ook de snelste weg. En de gezondste, want het kost je geen energie, dat gaat dan ja, vanzelf. En net als je een stroompje, een beekje met water hebt, als je daar, als je dat blokkeert, het water zoekt dan gewoon weer een nieuwe weg. Het water is niet te stoppen. Die stroom waarvan het water, in principe dus die stroom ook, die verandering, die doorgang, die continuïteit, die is niet te stoppen. Water zoekt weer gewoon een nieuwe weg. En dat is eigenlijk de boodschap voor jou ook om te doen. Toch flexibeler zien te worden. Zodat je makkelijker mee kan gaan met dingen en ja, uit het verzet komt van ja, rigiditeit misschien, te rigide, zodat dat weer rechtop komt te staan. En er zijn altijd goede tijden en slechte tijden en wat minder leuke tijden. En dat is deel van het leven, maar zo gauw je daartegen in verzet gaat, ja, dan blokkeer je gewoon helemaal. Dan blokkeer je en dan sta je tegen die berg te kijken en dan weet je niet meer waar je heen moet, hoe je vooruit moet. Dan ga je misschien op een houtje zitten bijten en dan zie je het niet meer zitten. Terwijl als je gewoon relaxed, ontspant, meegaat met de stroom, dan kom je daar vanzelf voorbij. Kijk, een message, een boodschap, positieve boodschap, avontuur. Prachtige nieuwe ervaringen vullen mijn leven. En dat kan ook alleen maar als jij met die stroom mee durft te gaan. Want een avontuur is spannend, maar leuk spannend. Maar dat moet je wel aandurven. En met een avontuur weet je ook niet wat er precies allemaal gaat gebeuren. Waar je uiteindelijk terecht komt, dat kun je ook niet zien. Hè? Hier is de horizon en wat daarachter over die heuvel is, ja, dat weet je niet, dat kun je niet zien. Maar dat is ook oké. Want als je dat wel zou weten, alles precies helemaal uitgestippeld zou zijn, dan is het ook geen avontuur meer. Avontuur, het spannende aan een avontuur is dat je juist niet alles weet. En dan toch op dat pad opgaat, dat toch aangaat. Dus als je soepeler durft te zijn, dan krijg je ook weer van allerlei mooie nieuwe dingen op je pad in plaats van die berg.
En ja, omdat dit een aanmoedigende boodschap is, een positieve boodschap, proberen dus ook dingen meer op die manier te zien. Als een prachtig avontuur. En niet nodig hebben om te weten wat daar ergens helemaal daginter is. Want misschien ben je daar pas over een jaar. En zit je nu al te stressen over wat daar is, dat je niet weet wat daar is, terwijl je eigenlijk nog maar hier aan het begin van dat avontuur bent. Hier genieten, in het hier en nu, krijg ik daar ook bij. Ik hoop dat dat resoneert. En het grappige is dat daar dat carneol hartje bij komt. Want het het tweede chakra, het sacraal chakra, is ook heel erg verbonden, nauw verbonden met het keelchakra. Omdat die allebei te maken hebben met jezelf uitdrukken, jezelf zijn, jezelf neerzetten in de wereld. Dus het is wel grappig dat hij daar toevallig bij kwam. Intuïtief gekozen ook overigens. Nummer 2. En daar hebben we dan het sacraal chakra oranje. Koester jezelf. Als dat in balans is, dan kun je dat dus ook. Dan kun je jezelf koesteren, voor jezelf zorgen. Dan heb je passies, je kunt jezelf uitdrukken, ook seksueel, seksualiteit valt daar ook onder, want seksualiteit is ook jezelf uitdrukken. Je bent creatief, je kunt je creatief uiten, misschien muzikaal of schilderen, of op wat voor manier dan ook. Creativiteit komt natuurlijk in heel veel vormen. Dan zit je lekker in je vel, ook emoties hebben hier ook mee te maken. Even kijken waarom dat dan geblokkeerd zou zijn. En dan komen we op 5 van pentakels. Dan zit je dan op dat bankje in je eentje. Eigenlijk alleen jezelf alleen te voelen, een beetje zielig te voelen. Weet je, ja, ik krijg er een gevoel bij dat je eigenlijk een beetje medelijden hebt met jezelf. En dat je in de steek gelaten bent, misschien zelfs ook nog wel, want ik hoorde niet bij. Maar het maffe is daarachter, is die, ja, ik weet niet of het nou een steencirkel is of een groepje mensen om een vuur heen. Maar daarachter in ieder geval is licht en warmte, want ik vind dat een vuur. Het is mijn persoonlijke visie, daar is een vuur. Een kampvuur en daar staan mensen omheen. Daar is het warm, daar is het fijn, daar is het gezellig. En dat is vlakbij je. Maar je ziet het alleen niet. Je hebt zelf je rug er naartoe gekeerd. Je bent er zelf met je rug naartoe gaan zitten, er vanaf. En ja, daar zit je dan. Jezelf afgewezen te voelen waarschijnlijk. Terwijl het enige wat je hoeft te doen, is de sneeuw van je afkloppen, je schoenen even schoonstampen, omdraaien, daar naartoe lopen. En dan heb je het ook warm en dan hoor je er ook bij. En heb je het ook gezellig. Dit is gewoon eigenlijk een beetje een negatieve kijk op het leven. Dus van, het glas is half leeg. In plaats van het glas is half vol. Een half leeg glas is ook altijd half vol. En dat is een keuze. Dat is echt een keuze. Want je kunt dat makkelijk omflippen naar een positievere kijk. Dat is echt een keuze die ook jij alleen maar zelf kan maken. Dat kan niemand voor je doen. Jij kunt hier de rest van je leven op de bankje blijven zitten. Of jij kunt denken van, stop die shit. En ik heb er geen zin meer in. Zo erg is het eigenlijk allemaal niet. En je omdraaien en zien dat het inderdaad zo erg niet is. Want daar is leven, daar is vuur, warmte. Een glas is half vol. Jouw keuze. En deze houding, die is er ook dan de oorzaak van dat je niet zo goed in je vel zit met je, hoe noem je dat, met je sacraal chakra, met je tweede chakra. Maar dat is ook logisch, want als je zo'n negatieve uitkijk hebt, of hoe noem je dat, een visie hebt, ja, dan zit je natuurlijk ook niet in je passie en in een creatieve mood. Wat je daaraan kan doen, spirit of place, dat is eigenlijk dat iedere plek, ieder bos, een park, whatever, heeft een soort hoeder, net zoals wij een ziel hebben, maar in het geval van deze reading betekent dat eigenlijk meer dat als jij bijvoorbeeld liefde wil hebben, dan moet je eerst liefde zelf kunnen voelen van binnen, kunnen ervaren van binnen.
Wil jij waardering hebben, gezien worden, erbij willen horen, net als op die kaart, dan moet je dus eerst jezelf ook accepteren. Jezelf mooi gaan vinden en de moeite waard gaan vinden. En dan doen anderen dat vanzelf ook. Anderen doen dat waarschijnlijk al. Het is gewoon puur jouw eigen visie. En als je wilt dat dat verandert, dan moet je dat eerst in jezelf dus gaan vinden. En ervaren en voelen, echt gaan voelen. Jezelf accepteren. En dan een bemoedigende boodschap. Ja, dat zie je, dat sluit daar weer mooi bij aan. De waarheid, ik leef mijn waarheid. Zie je die persoon hier op die kaart in de spiegel kijken? Nou, om hier te komen dat jij jezelf gaat accepteren, moet je misschien ook inderdaad in de spiegel gaan kijken van wie ben ik, waar sta ik voor? En eens gaan voelen, hoe voelt dat als jij in die spiegel kijkt? Hoe ervaar jij jezelf? Ben je dan ook negatief en keur je jezelf af? Of ga dat dan acuut omdraaien, ga positief kijken. Ga de dingen zien die mooi zijn aan jezelf, die je waardeert van jezelf. Letterlijke en figuurlijke dingen. En dan krijg je ook dus dan licht. Mijn licht straalt door mijn leven en in de wereld om me heen. En dat krijg je dan dus ook. Als je dat gaat doen, dan ga je weer stralen. En dan straalt jouw licht. Kijk, dan wordt het hier ook weer licht. In plaats van hier in dat half donker te zitten in de sneeuw in je uppie. Medelijden met jezelf hebbend. En het is binnen handbereik. Zij kan die zon bijna pakken. Ik weet niet of je dat kan zien. Het is echt binnen handbereik. Dus dat is de bemoedigende boodschap. En wat je moet doen om dat chakra weer meer in balans te kunnen krijgen. Gaan we nummer 3. Het wortelchakra. Het eerste chakra. Even kijken. Wat is de oorzaak van de niet in balans zijn daarvan. Nou zijn dit, heb ik hier twee van bokalen en de page van pentakels. En dat zijn op zich hele positieve kaarten, maar het gaat hier toch om wat heeft er een blokkade of onbalans gecreëerd op je wortelchakra. En wat ik hierbij krijg is dat je dat je eigenlijk te veel noem je dat? Goedkeuring zoekt van andere mensen. Dat je bang bent om het zelf te doen, om het alleen te doen als je die goedkeuring niet hebt. Dus je zoekt eigenlijk die validatie buiten jezelf. Erkenning, waardering, goedkeuring buiten jezelf. In plaats van binnenin jezelf dat echt te voelen en te ervaren. En ja, dat ligt ergens ook aan de basis wel een beetje van het wortelchakra. Weten dat je veilig bent, dat je het kunt. En ja, de eerste 3 chakras. Maar dit gaat dus over het wortelchakra nu. En de page, die heeft best heel veel vaardigheden. Maar hij is nog aan het leren. Daarom is het ook een page. Hij heeft het nog niet allemaal onder de knie. Anders zou het de koning zijn van pentakels. Hij is het nog aan het leren. Dus het kan zijn dat jij misschien het gevoel heel makkelijk hebt dat jij nog niet goed genoeg dingen onder de knie hebt. Dat je het nog niet goed genoeg kunt. En dat je daarom die waardering, erkenning zoekt van anderen. Om maar te horen dat je jawel, dat je het wel kunt. Dat het wel goed is. En doe het nou. En ja, het is mooi. Ja, het is prachtig. Ja, je kunt het. Maar dat jij dat niet naar binnen kunt halen. Dat jij maar blijft voelen dat je nog steeds niet goed genoeg bent, perfectionisme nastreven misschien. En perfectionisme is ook gestoeld op onzekerheid. Dat je niet goed genoeg bent en dat het hoeft niet perfect te zijn. He, je kunt toch gewoon dingen gaan doen zonder dat het perfect is. Niemand is perfect, niks is perfect. Nou, als dat resoneert met je, dan denk ik dat dit meteen de boodschap is om. Als er iets is wat je heel graag wil doen, want die page wil het eigenlijk heel graag doen. Hij heeft vaardigheden. Hij heeft een heleboel vaardigheden. Hij wel is er nog van alles te leren, maar dat is toch prima, niks mis mee. Maar hij is ook heel enthousiast daarmee bezig, heel gepassioneerd. Als jij zoiets hebt wat je eigenlijk ook heel graag wil doen, ga het dan gewoon doen.
En op den duur, door het te doen, door het te oefenen, door het te doen en iedere keer weer, word je vanzelf meester, word je vanzelf koning. Maar je hebt helemaal die goedkeuring van anderen niet nodig. Anderzijds kan het ook zo zijn dat er iets is wat jij heel graag wil doen, waar je heel enthousiast over bent, maar je hebt daar net niet genoeg vaardigheden voor nodig, je hebt daar hulp bij nodig. Dan kan dit ook de boodschap zijn dat je die hulp ook in mag roepen. Dat je samen mag gaan werken met iemand. Dat kan ook. Even kijken wat je eraan kan doen. Ja, dat heb ik eigenlijk al verteld. Een aanmoediging. Een hele lieve kaart met die twee girafjes. Klein girafje en neem aan vader of moeder. Aanmoediging. Ja, aansporing. Ik hou dat dan daarbij. Om dus inderdaad gewoon te gaan doen wat jij zo graag wil doen. Niet bang te zijn. Het is goed, je bent veilig. Ook de kosmos moedigt je aan om het te gaan doen. En dit valt eigenlijk daar ook een beetje onder. In die tuin, dit is het veld der dromen, van jouw dromen. En daar zijn eieren, zacht gekleurde eieren met elfjes. Wat ik ook wel heel leuk vind, omdat dat nu vlak voor Pasen, tegen de paastijd begint te komen eigenlijk. Maar dat zijn jouw dromen. En op het moment is het dus ook, dat komt die kaart zeggen, een hele gunstige tijd om jouw dromen waar te gaan maken. Om jouw dromen te gaan manifesteren. Dus, ga dat doen. Met hulp of niet. En ook geen validatie nodig hebben van andere mensen. En dan nog een laatste boodschap daarbij. Sanctuary. Veiligheid eigenlijk. Komt dat een beetje op neer. Veilige haven in jezelf hebben. Ik vind dat een beetje eigenlijk een bevestiging. Dat je dus inderdaad geen erkenning, validatie van anderen nodig hebt. Dat heb je al in jezelf zitten. Dat weet je zelf al. Okido, nummer 4. Kijk hoeveel tijd we nog hebben. Goed. Sorry. Het hartchakra roze. Is de oorzaak van een blokkade op het hartchakra? 4 van bokalen. Ja, dat is eigenlijk al meteen heel erg duidelijk. Want die vrouw die zit daar aan tafel met 3 bokalen. Zit daar een beetje treurig bij te kijken. Zit een beetje te mokken. Terwijl, ja, buiten is het prachtig stralend weer. Je krijgt daar een beetje een gevoel bij van voorjaar. En dan staat hier een jonge man met die andere bokaal. Die haar wil aanreiken of met haar wil delen. Maar ze heeft er helemaal geen oog voor. Want het enige wat zij doet is daar zitten treuren en verdriet hebben over wat ze niet meer heeft, over wat ze kwijt is geraakt. En als je in die fase zit, in zo'n fase, ja, dan is je hartchakra natuurlijk ook niet helemaal in balans. Dat kan gewoon niet. Dan is er dus ook iets gebeurd, heel waarschijnlijk, wat je pijn heeft gedaan. En dat is dan een fase waar je doorheen moet. Hè, dat is heel normaal. Maar ik heb heel sterk het idee dat in deze reading dit eigenlijk een beetje de boodschap is, dat het tijd is om dat los te gaan laten. Om van tafel weg te gaan en naar buiten te gaan en naar die jonge man toe te lopen met die ene bokaal. Dat is eigenlijk de bokaal van Azen, nieuwe liefde, ook zelfliefde, weer open zijn voor liefde, weer genieten van het leven. En dat hele verdrietige gebeuren gewoon loslaten. Dat is klaar. Ik heb echt het idee dat voor een heleboel mensen dat die een breuk hebben gehad of iets ergs hebben meegemaakt in hun leven. Iemand kwijt zijn geraakt of iets kwijt zijn geraakt. Wat hun pijn heeft gedaan, dat kan natuurlijk op liefdesgebied zijn, maar dat hoeft niet per se. Maar dat ze daar te lang, dat je daar te lang in blijft hangen. Dat is allang passé over de datum heen. Het is tijd dat je dat gewoon echt weg die bokalen, loslaten die hap. En ga draaien om en ga naar buiten, ga leven. Dat krijg ik heel sterk, dat gevoel, dat dat de belangrijkste boodschap is. Van, het is klaar. Het is genoeg geweest met dat getreur. Ga weer genieten. En dan de kaart wat je zou moeten doen. Metamorfose. Voor mij bevestigt dat dan ook weer. Want als je naar buiten gaat, als je dat verdriet los gaat laten,
wat dat ook is, dan ga je door een transformatie heen en dan kom je daar weer veel mooier en sterker uit. Maar zolang je daar aan die tafel blijft zitten treuren, gaat dat niet gebeuren dan. Want die transformatie die moet wel gebeuren, maar jij werkt niet mee. Zolang jij daar blijft staren en treuren, dan kan dat niet, dan gaat het niet gebeuren. En dit is hartstikke mooi. En wat hier ook heel erg belangrijk bij is om je te realiseren, een transformatie kan best eng zijn, een verandering, ook om dit los te gaan laten. Wat heel belangrijk is om je te realiseren, is dat het ego is heel erg bang. En we zijn, meestal worden we altijd nog wel lastig gevallen door ons ego. Ons ego houdt niet van verandering. Die houdt absoluut niet van verandering. Die houdt ons nog liever in een situatie die gewoon niet prettig is voor ons, die niet gezond is voor ons, die, waar we ook helemaal niet in gelukkig zijn, maar dan toch houdt het ego ons liever in die situatie, omdat het ego niet houdt van verandering. En we geen enkele verandering, zelfs bijvoorbeeld een verandering van dieet of zo, niet eens. Het ego probeert altijd alles bij het oude te houden. Dus het kan zijn dat het moeilijk is voor je om die stap te maken, om dit los te laten, dat je dat een beetje eng vindt, dat je dat spannend vindt, omdat je voelt dat er zo'n verandering aan zit te komen, al is dat positief, dat je dat toch best eng vindt om dat aan te gaan. Maar dat is je ego. Dus dat mag je ook loslaten. Onthoud dat echt goed. Het ego probeert altijd alles bij het oude te houden, zelfs al is het ongezond voor je. En dan als bemoedigende met boodschap daarbij, vertrouwen. Mijn leven is goddelijk geleid, even los uit de pols vertaald. En dan zie je daar ook weer, je mag echt vertrouwen hebben, is het eigenlijk een leap of faith. En je moet gewoon die sprong wagen en erop vertrouwen dat je dus inderdaad die trapeze gaat grijpen. En dat gaat ook gewoon gebeuren. Soms moet je dat gewoon doen, knopen doorhakken, gewoon doen, ervoor gaan. En dan krijg je dus ook die transformatie, dan kom je er mooi uit. Maar je ego kan dus proberen je tegen te houden om dit te doen. Maar wel toch doen. En dan krijg je ook vanzelf weer meer harmonie en balans. Dat je liefde kunt gaan ontvangen, kunt gaan geven. Gewoon ook voor jezelf. Genieten van het leven. Nummer 5. Even kijken, parel, die had ik gekozen voor het kruinchakra. Het kruinchakra is waar je verbindt met het goddelijke, met je gidsen, met spirit, ook met je tweelingvlam. Weten ook, als dat gebalanceerd is, weet je bijvoorbeeld ook dat het hebben van intuïtie, het werken van intuïtie, energiewerk doen, healingen enzovoort, dat het gewoon heel normaal is, doodnormaal. Kijken wat daarop zit. Wat er een onbalans of een blokkade op heeft gegeven. We hebben de 3 van pentakels en de page van bokalen. En de 3 van pentakels is eigenlijk over het kunnen visualiseren van dromen en wensen en dan ook actie ondernemen om die wensen en dromen werkelijkheid te laten worden. En ik krijg hier heel sterke gevoelen op zich. Het is natuurlijk een hartstikke mooie kaart. Maar we hebben het wel over wat heeft er een blokkade veroorzaakt of een onbalans in een chakra. En wat ik hierbij heel erg voel is dat die druïde hier het hogere vertegenwoordigt van die verbinding vanuit het kruinchakra. En die druïde die geeft een harp aan die jongen, aan die jonge man. Maar die jonge man die staat daar gewoon fijn op die verhoging staan, een beetje te glimlachen, een beetje te dagdromen. Hij neemt die harp helemaal niet aan. En ik heb het gevoel dat het daar dus de kneep zit, dat je wel die dromen en die visualisaties doet en wensen en wat je wil, maar je onderneemt geen actie om ze werkelijkheid te doen worden. En dan kom je uiteindelijk dus ook nog steeds nergens. Dan blijf je in dat droom visualiseren, dagdroom gebeuren, op dat niveau een beetje hangen. En je maakt het geen werkelijkheid.
En dat zie ik ook hier weer terug. Want daar staat die page met een canvas. En een tafeltje met schilderspullen erop. Maar ze doet ook niks. Ze staat daar ook maar een beetje te dagdromen, te glimlachen, te staan. Met die bokaal in de handen. En dat is leuk. Maar iets doen doet ze ook niet. Dus ik denk dat dat eigenlijk een beetje de boodschap is. Van dat je meer actie moet ondernemen. Niet in dat stadium blijven hangen van alleen maar bedenken. Misschien blijf je dat continu al doen. Iedere keer weer iets nieuws. Van oh, dit is leuk en dat is mooi en wauw. Maar je doet het nooit. Dat kan. Even kijken wat de boodschap is wat je moet doen. Is goblins. Dat gaat over angsten. Dat er ooit iets gebeurd is wat wonden heeft veroorzaakt en wat je het gevoel heeft gegeven dat je niet waardig bent of niet, niet de moeite waard bent om van gehouden te worden, of dat je een tekort hebt aan iets, dat je niet kan, wat dan ook. Angsten. En dat houdt je dan dus waarschijnlijk tegen om die actie te ondernemen. Misschien denk jij dat je niet goed genoeg bent om dat te kunnen. Van wie ben ik dan wel niet? Om dat echt te gaan manifesteren. Het zijn allemaal prachtige, mooie dingen. Terwijl je eigenlijk wel weet. Je weet het wel. Je hebt die vaardigheden. Je hebt die visies. Maar die angsten houden je tegen. Dus daarom, de boodschap is eigenlijk ook bij deze kaart van die goblins. Dat angst is een illusie. Daarmee houd je jezelf gevangen. Dus ga toch, al heb je misschien angsten, onzekerheden, ga toch stappen ondernemen om jouw dromen waar te maken. Ga gewoon een penseel pakken, een beetje verf en begin. Begin ermee. En als het niet meteen goed lukt, nou begin je opnieuw. Maar je moet actie ondernemen. Je niet meer tegen laten houden door die angsten, want dat is gewoon een illusie. En dan als bemoedigende kaart, passie. Ik accepteer en mijzelf vol passievol en ik hou van mezelf. Dus ook daar weer, dat denk dat dat aanhaakt bij die angsten dat je jezelf misschien niet goed genoeg veel voelt of twijfelt van wie ben ik helemaal om dat te kunnen, dat te doen, bla bla bla. Waarom niet? Waarom zou jij dat niet kunnen? Hou van jezelf, omarm jezelf vol passie en liefde. En leef dan ook je passie en je droom. Ga het doen. Oké, gaan we naar nummer 6. Even kijken. Dat is de solar plexus, het zonnevlechtchakra. Omgekeerde 9 van zwaarden. En dat is eigenlijk gunstig dat die omgekeerd ligt, want als die rechtop is, is het net wat erger. Dan is het de donkere nacht van de ziel, zeg maar. Dat geeft aan zorgen en stress en negatieve zelfgedachten, twijfels over jezelf en patronen, dat soort patronen, negatieve denkpatronen die ook wakker houden, 's nachts uit je slaap houden. Maar dat doe je zelf, dat zijn je eigen denkbeelden, je eigen negatieve patronen die je hebt aangenomen. En dat kan zijn dat dit gaat over iets wat je heel je leven al doet, maar het kan ook op dit moment zijn dat er iets speelt op dit moment, nu, waardoor jij je zo voelde. Maar de kaart kwam er omgekeerd uit. En dan houdt dat in dat het iets positiever is. Omdat je dan namelijk jezelf ervan bewust aan het worden bent dat het puur alleen jouw eigen gedachten zijn. En dat je jezelf daarmee dus gevangen houdt. En in principe ben je hier dus, als het omgekeerd is, ook al bezig om jouw controle en kracht weer terug te nemen over wat het ook is wat deze kwestie is. Dus je begint daarin weer in je kracht te komen. Dus dit is positiever dan rechtop. Wat je zou moeten doen, stormvelden, stormfields, daar zie je die gigantische storm over dat huisje. Stormen duren nooit lang. Er is nooit een storm die 10 jaar over jouw huis gaat blijven hangen. Maar die storm is wel nodig om dat op te klaren wat er nu aan de hand is. Want dat brengt ook weer helderheid. Een storm is ook niet per se dat alles dan kapot gaat, stuk gaat of wat dan ook. Maar het kan wel weer lucht geven. Het klaart de lucht. En dan kan de zon weer gaan schijnen. En als die storm voorbij is, dan kun je weer puin gaan ruimen, los gaan laten wat jou niet meer dient.
En dat kun je, want je bent bewust aan het worden dat je zelf het jouw eigen negatieve gedachten zijn en overtuigingen en daarmee ben je de controle terug aan het pakken. Dus dan kun je ook los gaan laten wat niet meer gezond is voor jou, wat jou niet meer helpt en dient. Maar je moet hier wel even doorheen. En dat kan even onprettig zijn. Want als er zo'n storm over je huis raast, ja, dat is nou niet bepaald om blij van te worden. Kan op het moment ook heel chaotisch voor je zijn dat je dingen niet helder kan zien door die storm die er raast. Maar weet ook gewoon dat dat weer voorbij gaat. Dus voor van voorbijgaande aard. En aangezien jij al die controle terug aan het nemen bent, zal dat vrij snel gaan. Beauty. Ik ben schoonheid. Ik ben diep en bijzonder, buitengewoon mooi. Nou ja, dat heeft ook weer te maken met de solar plexus. Want als je hier doorheen bent, door dit hele fase gebeuren, de solar plexus, de zonnevlecht, heeft ook te maken met zelfvertrouwen, je zelfbeeld, je behoeftes vervuld kunnen krijgen, weten hoe je dat moet doen, hoe je dat uit kunt drukken in de buitenwereld. Zelfvertrouwen en jezelf dus ook weer mooi vinden. Nou ja, ik hoop dat resoneert voor je. Maar weet ook dat het vooral aan het voorbijgaan is. Het is aan het overgaan al. En wat ik daar ook nog even bij mee wil geven, ik vond het heel frappant dat daar dat obsidiaanhartje bij terecht kwam. Want obsidiaan heeft de eigenschap dat het diepe dingen bij mensen omhoog kan halen. Dingen die ze liever niet onder ogen willen zien, waar ze niet mee aan de gang willen gaan om ze te healen, er doorheen te werken. Daarom zijn veel mensen allergisch voor zwarte obsidiaan. Is dat er heftig voor heel veel mensen. Dus dat feit dat die hier opkwam, denk ik dat wel aangeeft dat het wel een heftig iets is waar je mee bezig bent. Maar weet dat het dus op zijn retour is. Het is aan het weggaan. De laatste 7 is paars, is het derde oogchakra. Kijken wat daar op zit. Wat het blokkeert, hebben we de. Heel even een slokje nemen hoor, jongens. De kracht. Toch? Ja, kracht nummer 8. En de fool, de dwaas. Hè? Ik moet even zoeken, want ik doe het altijd in het Engels. Die in dit deck is dat de Green Man. Op zich allebei hele mooie kaarten. Maar wederom, het gaat ook hier weer om een. Het veroorzaken van een onbalans of blokkade in een chakra. Sorry. En dit is ook een kaart van balans. Nummer 8 is balans. Dit is een kaart van innerlijke balans. Van je ego onder controle hebben. Zodat je niet meer door je ego geleefd wordt, zeg maar. Uit angsten en dingen, onzekerheden van het ego. En de dwaas is. Die is zorgeloos, die is net als een kind blij, vol vertrouwen, die durft en kan ook zichzelf te zijn. En maar ja, dit is de groene man, zeg maar, de green man, en dat is eigenlijk mannelijke energie. En mannelijke energie is niet echt naar binnen gaan, het is naar buiten gaan. En dat zie ik ergens ook een beetje. Hier zijn ze aan het dansen, muziek aan het maken, plezier aan het hebben. Hartstikke leuk en gezellig, sorry. Maar in het kader van deze reading krijg ik het gevoel daarbij dat je misschien te veel op externe dingen aan het focussen bent. Naar buiten, te veel naar buiten gericht bent. En dat mensen zijn geneigd dat te doen om hun eigen problemen ook te ontlopen. Dat als je weet dat er iets is wat je van binnen moet doen, wat je van binnenuit moet werken, maar je vindt het eigenlijk een beetje eng, dan ga je vaak jezelf richten op iets buiten jezelf, zodat je afgeleid bent. Ik krijg hier heel sterk het gevoel bij dat je dat hebt te veel doet. En dat je daarom onbalans hebt op je derde oog, want het gaat over wijsheid, intuïtie en al dat soort dingen. En om. Ja, ik denk dat er iets is waardoor je te veel in je ego zit. Angst, onzekerheid, of er is iets gebeurd wat je heel erg even uit je sokken heeft geblazen.
waardoor je even je innerlijke balans kwijt bent. En dan raak je typisch gezien ook je, disconnect met je hogere dingen, met je intuïtie en even van je stuk, van je wijsheid af. Maar je moet meer naar binnen gaan, krijg ik het gevoel. Dus toch niet zoveel richten op de buitenwereld of op andere mensen of wat het dan ook is. Je moet echt naar binnen gaan om die balans van binnen weer te gaan vinden in jezelf. Even kijken, ja, daar zit ik het al te vertellen. Dan moet ik nog kaarten gaan vertellen wat je moet doen. Ik zie hier een keuze maken. Allebei de keuzes zijn goed, zijn mooi, maar je moet hem wel maken. En om die keuze te kunnen maken, moet je dus ook wel in touch zijn met je gevoel, met je intuïtie, met je wijsheid, om de voor jou nu juiste keuze te maken. Dus dan moet je toch ook naar binnen gaan, en dat zegt die tweede kaart ook weer, want dit is een kaart, de Sacred Pool, de heilige vijver, van naar binnen gaan, een reflectie, tijd van reflectie. En ja, dan kom je weer op die innerlijke balans, wat ik net al heb uitgelegd eigenlijk. Dus dat is wel heel belangrijk. Innerlijke balans vinden en naar binnen gaan echt om te gaan kijken, die reflectie te doen. Zodat je ook weer in touch kunt komen met je intuïtie. Want ook die wijze vrouw hier op de krachtkaart, de kroon, wijze vrouw. Ja, die heeft natuurlijk dus ook wijsheid en die is ook connect met haar intuïtie. En dan kun je die keuze maken. Je moet naar binnen. Je moet hoe dan ook meer naar binnen gericht even zijn. En dat kan, ik heb niet het gevoel dat dat een langdurige kwestie is eigenlijk. Het kan zijn dat er nu op het moment even iets in je leven speelt wat je gewoon uit je sokken heeft geblazen. Maar als je dus even gewoon naar binnen gaat, de tijd voor jezelf neemt, dan ben je denk ik zo weer op je pad. Dat voelt heel sterk. Ik heb niet het gevoel dat dit supersonisch heftig is. Iets wat al jaren aansleept. In ieder geval niet voor de meesten. En dan nog een bemoedigende boodschap. Wijsheid. Alles wat ik nodig heb is in mij. Nou, daar heb je het weer. Een en al bevestiging. Wijsheid weer. Hè? Derde oogchakra. Wijsheid. Intuïtie. Ook die kroon op die, bij de krachtkaart. Zij is ook wijsheid. En alles wat ik nodig heb is in mij. Dus je moet naar binnen, want daar kun je de antwoorden vinden. Daar vind je ook je balans weer. Ik hoop dat dat met je heeft geresoneerd. Ik ben er een beetje snel doorheen gefietst, maar ik was bang. Ik heb het wel in één opname gekregen. Dat vind ik toch prettiger. Voor jullie ook dan weer een tweede video aan moeten klikken. Ik hoop dat de boodschappen hebben geresoneerd. Zo laat het me ook echt weten. Weet je wel, laat me feedback achter. Want daar leer ik ook weer van. En ik vind het natuurlijk gewoon ook leuk om echt ook te horen van jullie. Of ik je echt wat bied. Hè? Of ik wat toevoeg aan je voor je proces. Of waar je ook mee bezig bent op dit moment. En een like wordt ook gewaardeerd, want dan kom ik wat meer op op YouTube, zodat ook meer mensen readingen kunnen vinden en er baat bij kunnen hebben. Dus dat zou ik heel erg waarderen. En dan rest me niks om je nog een hele, hele mooie dag te wensen. En tot de volgende reading, want er gaan nog zeer zeker nog meer komen, want ik vind dit veel te leuk om te doen. Ik hoop jullie ook. Een hele fijne dag nog. Doedeloe!